Ja, ik vind studentensport een hele belangrijke aanzet voor een actief, gezond, sportief leven. En mijn naam is Frank Baks. Ik ben emeritus hoogleraar sportgeneeskunde. Ik heb hier jarenlang in het UMC Utrecht gewerkt, hier op het Utrecht Science Park. Ja, wat is opgevallen is dat de studenten dus de groep zijn die het meeste zitten. En sedentair gedrag is slecht voor je fitheid en voor je gezondheid. Zou ik zeggen van, probeer eventjes toch iets anders te gaan doen. Afwisseling, want dan krijg je weer een nieuwe pep van, een nieuwe energie van. En je zorgt ervoor dat je je energie ook verbruikt, waardoor je je lichaamsgewicht op peil kunt houden. En we weten, ook uit wetenschappelijke studies, dat degenen die nu actief zijn en sportief zijn, dat die dat gedrag normaal gesproken doortrekken voor 90%. En de negatieve kant ervan is, mensen die te weinig sporten en bewegen, dat die helaas ook dat gedrag later vertonen. En dat is alleen maar kwalijk voor de gezondheid. Maar als ik ook even terug ga naar het werk hier in het ziekenhuis, dan zie je vooral ook jonge mensen die inderdaad inactief zijn, die al door die inactiviteit, door te weinig bewegen en sporten, allerlei klachten krijgen. Dus regelmatig is heel belangrijk, 2-3 keer in de week. Ik praat niet over 1 keer in de maand, nee, 2-3 keer in de week. Dan kun je de ziektes voor je uitschuiven dan wel afstellen. Moet je eigenlijk 2 uur in de week minimaal sportief actief zijn. Waarbij je echt zeg maar tot zweten toe, hè, niet alleen maar een wandelingetje maken, nee, echt transpireert, dat je je spieren maximaal gebruikt.